is een stijging in het hele land zichtbaar. Maar vandaag kwam het RIVM met het bericht dat er ook 4 baby's zijn overleden aan kinkhoest. Straks spreek ik hierover met een kinderarts die er in de praktijk mee te maken heeft. Maar eerst naar de ouders. Het ziet er naar uit, het klinkt naar en het is ook naar. Kinkhoest. De besmettelijke infectieziekte rukt de afgelopen tijd in hoog tempo op in Nederland. Met zeer ernstige, dodelijke gevolgen, zo blijkt vandaag. 4 meldingen in 6 weken van baby's die overleden zijn aan kinkhoest. Terwijl het er normaal 1 of 2 per jaar zijn. Ja, dat is wel heftig. Dat is verschrikkelijk. Zo, heftig. De cijfers zijn uitzonderlijk, want het jaar waarin er voor het laatst meer dan 4 baby's stierven als gevolg van kinkhoest, was in 1963. Toen waren het er 6. Baby's in Nederland krijgen een inentingsboekje waarin al hun vaccinaties geregistreerd worden. Vanaf eind jaren 50 geldt het Rijksvaccinatieprogramma. De prik tegen kinkhoest is er onderdeel van. Met name kinderverlamming, tetanus, kinkhoest en difterie zijn zeer ver teruggedrongen dankzij een programma van vaccinering dat ongeveer 90% van de bevolking bereikt. Dat percentage daalt en daarmee de vaccinatiegraad. Eind juni 2023 werd bekend dat de vaccinatiegraad voor kinderen onder de 2 jaar voor het eerst in decennia onder de 90% is gezakt. Het ministerie van VWS noemt dat vandaag zorgelijk. Zijn uw kinderen allemaal gevaccineerd? Jazeker. Ja, gewoon volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Nog over getwijfeld? Nooit. De vaccinatiegraad daalt, hè, in Nederland. Ja, ik heb het gehoord, inderdaad. Ja, zonde. Ja, daar ben ik ook bezorgd over. Ik vind het wel zorgelijk. De recente opmars van kinkhoest is duidelijk te zien in de cijfers. 3 weken geleden waren er nog zo'n 110 gevallen per week van kinderen met kinkhoest bekend. Inmiddels ontvangt het RIVM 200 tot 300 meldingen per week. Ter vergelijking, in maart 2023 waren er in totaal maar 8 gevallen bekend. En bij ons, Marieke van Kruijzen, bent kinderarts in het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ziet u dit nou ook in uw eigen praktijk? Zeker, zeker. Helaas zien wij afgelopen tijd een enorme toename van het aantal kinderen met kinkhoest. Deels bij de huisarts uiteraard. Met name de jongere kinderen melden zich ook op de spoedeisende hulp. Waarvan dan ook weer een deel moet worden opgenomen in het ziekenhuis. En afgelopen tijd ook al patiënten over moeten plaatsen naar de intensive care in de regio Den Haag. Want wat is kinkhoest voor ziekte? Wat gebeurt er dan met het lichaam? Ja, het is ook wel de 100 dagen hoest, wordt het genoemd. En bij kinkhoest begint heel onschuldig met een verkoudheid. En dat duurt een aantal dagen tot een week. En op een gegeven moment, dat is ook het moment waarop je het meest besmettelijk bent. En dat gaat dan op een gegeven moment over in een enorme hoest. En dat zijn echt hoestbuien met stikken, gieren, braken. Kinderen met een emmer op schoot de hele nacht die echt uren ernstig hoesten. En die hoestbuien kunnen echt hele lange tijd aanhouden tot maanden toe. Mm-hmm. Maar dat is vervelend als je maandenlang ernstig hoest. Maar wat is nou het risico, zoals we nu horen, in de afgelopen 6 weken 4 baby's echt overleden? Ja, dat is zeg maar het stukje waar we natuurlijk het meest ongerust over zijn. Omdat jonge kinderen veel heftiger reageren op dit virus. Waarbij de hoestbuien veel gevaarlijker zijn. De hoestbuien hoge druk geven in de longen, waardoor meer zuurstofgebrek. En wat we ook vooral bij jonge kinderen zien is dat de witte bloedlichaampjes die nodig zijn om je lichaam sterker te maken, in enorme getalen in het bloed aanwezig zijn. Waardoor er eigenlijk schade komt op de longen, maar ook op de hersenen. En wat is dan komt een baby, een kind in het ziekenhuis en wat doet u dan? Wat kunt u doen? Ja, dat is het lastige, want we kunnen ondersteunen, we kunnen zuurstof geven, we kunnen eventueel helpen met voeding, met een sonde. Maar behandelen, meer dan dat kun je niet. Het enige wat we kunnen doen is dat je het voorkomt. Maar behandeling is helaas niet mogelijk. Dus dan gaat het over het vaccineren, wat we net al even voorbij zijn gekomen. Dat staat onder druk, dat gebeurt minder. Wat voor gesprekken heeft u nou in de spreekkamer met ouders, waarom ze niet vaccineren? Het zijn hele wisselende gesprekken, omdat er heel veel redenen zijn waarom ouders hun kind niet willen vaccineren. En wat ik probeer uit te leggen is dat dit een ziektebeeld is waarbij kinderen
naar mijn jonge kinderen en baby's ernstig ziek worden, op een intensive care terechtkomen en zelfs soms kunnen komen te overlijden. En dat we dat met z'n allen willen voorkomen natuurlijk. En de enige manier om dat te voorkomen is vaccinatie.